Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver. Zij nam dansles elke morgen, 's middags weer naar zangles toe. En 's avonds speelde zij nog amateur toneel. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland, talentenjacht, de prijs van het publiek. Haar hoofdrol bij de amateur toneelclub kreeg in de krant een prachtige kritiek. Op de zang- en de balletschool werd ze ieder jaar weer nummer 1. Een tweede Shirley MacLaine op Barbra Streisand. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Ze was 18 en toen zou het gaan gebeuren, maar iedere auditie werd een flop. Ze liep jarenlang met haar talent te leuren. En nooit bereikte Annelies de top. Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid. En overmorgen Londen of Zuid-Amerika, dat is niet waar, maar niemand reist haar achterna. Maar s'avonds op haar kamertje in Mokum verlangt ze zo naar huis, naar Sas van Gent. Mama belt, ben je mal meid, zo gaat het immers altijd, je komt er best. Je hebt zoveel talent.